Wethouder van Nieuwegein Wouter Kolff is voorgedragen als burgemeester van Veenendaal. Ter gelegenheid van zijn vertrek werd hem op 9 november een receptie aangeboden in het stadshuis te Nieuwegein. Na de toespraken van burgemeester Frans Bakhuis en voorzitter van de VVD-fractie, tevens beoogd opvolger van Wouter Kolff, Johan Gadella, bedankte Wouter iedereen voor de mooie tijd in Nieuwegein. Ik moet toegeven dat 2,5 jaar wethouderschap in Nieuwegein niet al te lang is. En ik ga hier ook zeker niet weg omdat er iets mis zou zijn met Nieuwegein. Dat is eigenlijk wat ik met Nieuwegein heb en andersom. Maar soms komt er op een gegeven moment iets voorbij. Waar je eigenlijk geen nee tegen kunt zeggen, dat is in dit geval gebeurd. RTV 9 had nog een gesprek met de toekomstige burgemeester van Veenendaal, Wouter Kolff. Hij wordt de nieuwe burgemeester van Veenendaal, is wethouder hier in Nieuwegein. We praten met Wouter Kolff. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. En van harte gefeliciteerd met je benoeming. Heel hartelijk dank. Uit 17 kandidaten en daaruit gekozen worden. Hoe voelt dat? Dat voelt heel erg goed. Het was een bijzondere avond dat het bekend werd gemaakt. Ik stond buiten hier op het dakterras van het stadhuis te wachten op een telefoontje. Want ik wist dat ik gebeld zou worden. Maar ik wist niet dat ik het zou worden. Dat was tot op het laatste moment spannend. Nieuwegein. Nieuwegein is een hele andere gemeente dan degene waar u naartoe gaat, naar Veenendaal. Wat is uw opgevallen in Nieuwegein? In Nieuwegein is mij opgevallen dat er eigenlijk veel meer in zit dan menigeen denkt. Als je langs Nieuwegein rijdt op de snelweg, dan zie je vooal geluidswallen. En eigenlijk heel veel mensen die er nooit komen of die er heel lang niet zijn geweest, die weten helemaal niet wat daarachter gebeurt. En Nieuwegein is een prachtige, complete gemeente met een mooie binnenstad. En met heel veel mensen die hier met plezier wonen en werken. En dat is me denk ik nog wat meest opgevallen. Dus het arbeidsethos in Nieuwegein is heel hoog. Heel veel mensen werken hier en willen hun steentje bijdragen aan de samenleving. U praat over werken, dan kom ik meteen op het klooster terecht. Dat is een mooi industrieterrein wat er ontwikkeld gaat worden. Daar heeft u behoorlijk energie in gestopt. Hoe staat het op het ogenblik daarmee? Nou, klooster zijn nu 3 bedrijven die volledig draaien, die ook af zijn. We zijn eigenlijk 1,5-2 jaar geleden begonnen met de uitgifte van het gebied. En er zijn op dit moment nogal wat opties, betaalde opties, van bedrijven die zich hier nog willen vestigen. Voornamelijk van buiten Nieuwegein, dus dat is mooi. En die zullen het komend jaar voor een groot deel denk ik verzilverd gaan worden. En je ziet wel dat door de economisch lastige tijden die bedrijven vaak even wat extra denktijd nodig hebben om de definitieve beslissing te nemen. Maar voor een heel groot stuk ziet dat er gewoon goed uit. Wat is u het meest tegengevallen in Nieuwegein? Nou, er is me niet zo heel gek veel tegengevallen. Er zijn eigenlijk me voornamelijk heel veel meegevallen. En als je zegt van ja, wat is je tegengevallen, dan is dat misschien niet zozeer Nieuwegeins, maar meer iets algemeens in de politiek. Ik ben zelf graag van dingen voor elkaar krijgen. Vooruit met z'n allen. In de politiek heb je natuurlijk toch vaak bruggen die gebouwd moeten worden. Dat is een leuk item, want dat hebben ze pas geleden verteld, geloof ik, op tv. Ja, maar goed, die bruggen die zijn er altijd te bouwen. En die bruggen bouwen, dat vind ik heel erg leuk. Alleen soms het onnodig vergroten van politieke verschillen, het onnodig uitvergroten daarvan, ja, dat werkt wel eens remmend. En aan de andere kant is dat ook de kracht van de democratie. Dat iedereen zijn en haar mening kan verkondigen en dat er vervolgens hopelijk iets gaat gebeuren. En dat zult u nodig hebben in Veenendaal, want Veenendaal is een heel andere gemeente dan Nieuwegein. Ja, het is een gemeente die qua omvang en qua dynamiek en bedrijvigheid wel heel veel op Nieuwegein lijkt. We liggen ook nog eens een keer in dezelfde provincie, dus het is ook niet het andere eind van de wereld. Je bent er met 20 minuten rijden ben je er met de auto of met de trein. Maar er zit natuurlijk ook wel een beetje een andere cultuur in, een andere achtergrond.
En dus er zijn zeker verschillen, maar ook heel veel overeenkomsten. En dat spreekt u aan, al die verschillen die ook in de gemeenteraad tot uitdrukking zullen komen? Ja, want de gemeenteraad is grotendeels een afspiegeling van de samenleving. En je ziet natuurlijk vrij snel dat daar toch net weer een andere afspiegeling zit dan bijvoorbeeld hier in Nieuwegein. Wat is Veenendaal voor een gemeente? Veenendaal is een gemeente die, wat ik net al zei, waar veel bedrijvigheid zit. Ligt langs de A12, er zijn 3 treinstations in Veenendaal. En het is eigenlijk, het is net randje provincie Utrecht, zuidoostelijk deel van de provincie. Heeft nauwe samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten, met Ede, Wageningen, Barneveld, Nijkerk. En dat zijn ook weer net andere provincies. En die positioneren zich op economisch vlak heel erg in de Food Valley regio. Alles daar is gebaseerd op voeding en voedingsmiddelen en onderzoek daarnaar en bedrijvigheid daaromheen. En Veenendaal heeft een enorme leuke winkelkern, binnenstad met veel winkels. Eigenlijk veel meer winkels dan dat er voor de inwoners noodzakelijk is. Dus het heeft ook een hele enorme regiofunctie. En voor de rest is het een hele divers samengestelde bevolking. Er zijn 96 nationaliteiten onder die 63.000 inwoners. En dat zorgt ervoor dat er ook van de burgemeester onder andere gevraagd wordt om daar wel weer verbinding tussen te maken. Dus positionering als jonge leefstad en positionering als economisch middelpunt van Zuidoost-Utrecht. Rest ons alleen nog tegen u te vertellen dat we u erg veel succes gaan wensen en dat u net zo plezierig mag gaan werken als dat wij in ieder geval ondervonden hebben met u om hier te werken in Nieuwegein. Dus veel succes. Nou, dank daarvoor. En dat plezierig werken, dat is geheel wederzijds geweest. En ik hoop maar dat we daar ook met zulke lokale omroepmensen mogen gaan werken. Okay. Dankjewel, Wouter. Dag. Heer Kolf, voor u, maar ook voor Veenendaal, is het een bijzondere dag. Ik beloof dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks onmiddellijk... Na ontvangst door de heer Roodbeen, de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, neemt de heer Robertson, de commissaris van de koningin van de provincie Utrecht, hem de eed af. ...heb aangenomen of ze zal aannemen. Ik beloof dat ik vertrouwd zal zijn aan de grondwet... dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plicht als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Na het afleggen van die eed tekent hij de benoemingsakte. De Amstketen werd hem door de heer Versoest, de lokale burgemeester van de gemeente Veenendaal, omgehangen en ontving hij een boekje met het Veenendaals dialect. Geïnstalleerd door de commissaris van de koningin, de Amstketen omgehangen door de lokale burgemeester. Het schiet lekker op. Nog één stap. De voorzitter samen. En je hebt alle ingrediënten voor je bestuurlijke taak in Veenendaal in handen. De voorzittershamer werd door de heer Roodbeen aan hem overhandigd. Daar sta je dan, 35 jaar oud, na 18 jaar Rotterdam en 17 jaar Utrecht. 3 jaar geleden nog werkzaam in het notariaat aan de Zuidas en na 2,5 jaar wethouderschap in Nieuwegein als kerstverse burgemeester van Veenendaal. Met deze reden die ik zojuist heb gehouden, zijn we aan het einde van de vergadering gekomen. Ik dank u allemaal hartelijk voor de komst. U bent van harte welkom in de hal beneden voor de receptie. Meneer Kolf, van harte gefeliciteerd, burgemeester van Veenendaal.
Ja, het is een hele bijzondere gebeurtenis om hier nu na 2,5 jaar wethouderschap in Nieuwegein in Veenendaal burgemeester te mogen worden. Een warm bad hoorde ik van u, ik hoorde ook. Een enorme hoeveelheid woorden die ze hier nodig hebben om burgemeester te zijn. En u zei, je hebt de goede keuze gemaakt. Nou ja, kijk, dat blijkt, hè, want de gemeenteraad was unaniem. De commissaris van de Koningin bevestigt nog dat het profielschets enorm goed bij me paste. En ja, dat gevoel had ik zelf al vanaf moment 1. En als er dan zo'n mooie match ontstaat, ja, dan heeft het zo moeten zijn. Heel veel succes. Heel veel dank en we zien elkaar vast nog vaker.